Ik hoef te zeggen, maar hier is het een en ander gaat over het hapshuis. En dan, dan volgen wij na het verhaaltje dat er iets te drinken is en zo. Kijk. Dus dan gaan we het aanbrengen. Ik heb voor de liefhebbers enkele, zoals het bordje dadelijk waarschijnlijk wordt. Geef maar door. Dit verhaaltje duidelijk genoeg is dat je dus begrijpt waar het hier om gaat. Als het er dingen in staat, dan zeg ik nou, wat je noemt hier dan, dan moet je het even laten leven. Maar dat moet ook de tekst worden. Zelfs in vuursteen maakten ze rond de gaten in de steen. Nee, een andere steen erop, die zat erop. Weet je niet, vroeger de Indianen met een touw. Ja. Harry, Rubinia. Dit is een Rubinia. Er zit dus een kastanje en de derde soort was? De Rubinia staat in de grond, dat is dus goed tegen de... het zuur en de regen kan. Tegen nat en droog. Ze hebben op een andere plaats, zal ik de naam niet noemen, Amerikaanse eik gebruikt. En die moesten na 7 jaar al hun staande voor. Ze waren allemaal rot aan de onderkant. Ja, ze zitten in de beelden van, maar die waren nog 5 jaar staan. Ja, dat ja. Nou, dit is dus het geraamte van een ijzertijdhuis. De lage ijzertijd, dus we hebben het over 200 voor Christus, maar dan het dichtste bij Christus eigenlijk, laat bij Christus. Dichter 50 bij Christus, maar die late ijzertijd is dus van 200 tot 12 voor Christus. Ze bouwden toen zo de type huizen. Ik kreeg heel mooie vragen van mensen van hoe bitter jij dat dat dak zo in elkaar zat. Wij hebben op de Witvrouwenberg een herenhuis gevonden. En daar zaten paalgaten in, om die chambers erin te zetten. Die waren niet net zoals met een hapshuis zo in een vierkant, maar die waren dus zeker 2 keer zo groot. Dat wilde zeggen dat die palen veel zwaarder zijn geweest. Dat wilde zeggen dat het dak dat erop heeft gezeten hoger is geweest en zwaarder is geweest. Aan de zijkant kunnen we dus ook zien hoeveel we het heen moeten dragen aan die palen die in de grond zitten. En dit is dus de meest normale vorm die je kunt bedenken. De hoek moet 90 graden zijn, want er zat stro op. En als die hoek anders is, dan wordt het rond. Ja. Nou, als je hem steiler maakt, dan heb je niks aan, want dan kun je niks in bewaren boven. Dus dat heeft geen zin om dus het hoger te maken als het niet 90 graden. Maar minimaal 90 graden heeft hij. Ze gebruikten geen spijkers. Er zitten hier heel veel mooie verbindingen in. De mooiste is deze. Dat is echt een stuk kunstwerk. Als je dat dus met een bijltje en met een zaag er zo in krijgt, nou, dat zijn knappe jongens. Zijn we allemaal gelijk? Alle verbindingen zitten met gatverbindingen zitten vast. Maar vanwege de veiligheid zit aan de binnenkant een draad met wout en moeder. En hij is nu zo stevig. Je kunt er wel met 20 man in gaan hangen. Dat gebeurt. Ja, natuurlijk. De deur bijvoorbeeld. Dus, volgens mij is dat 2 jaar terug geweest dat ik er ben geweest. Ja. Dus we hebben er 2 jaar over gedaan. Gelukkig niet elke dag aan bezig geweest. Maar toch 2 jaar voordat het huis gerealiseerd was. Maar er komen toch wel veel dingen bij kijken. Er moet een bouwtekening komen, ja, moet er weer iemand hebben die een bouwtekening kan maken. We hebben een architect, maar die heeft nooit meer onbepaalde gewerkt. Dus als je een bouwteken, dan is die onder zo breed en is die boven ook zo breed. De bouwstijlen, ik heb met een bouwer heb ik het erover gehad, ik zeg, die moet ik scoren. Dus een schuifstuk hout erin zetten, want anders kunnen ze hem zo omdouwen. Dat deed ze toen niet. Nou ja, als ze dat doen, nee, ja, dat doen wij daar ook maar niet. De houtsoorten, zoals je ziet, die staan dus, die hebben dus een veen. En die moet je speciaal bij de houthandel bestellen. En die moeten dan van Oostenrijk afkomen. En de eerste die binnenkwam, het proefexemplaar, dat was zo'n stuk hout, dus niet langer dan dat ik ben, zo'n stuk hout, dat is ook graag natuurlijk.
Dus als ik hem dus inbroeg, dan had ik hem dus zo. Het was nog niet eens in de put, Mick. Dus. Maar ja, ze hebben het op de duur uit het bos gegrepen. Maar het moet dus allemaal op maat uit het bos gezaagd worden. Het is dus niet dat je dan een aanvanger gaat en zegt: ik geef een punt, 4, 5, 5. En dan doen we dat even. Echt speciaal de hoekpalen, de deurpalen, de kromme paal. Die kan er bij een houthandel niet kopen, want die laat ze in het bos liggen, daar kunnen ze niks mee. Nee, afvalhout. Het is eigenlijk afvalhout, ja. Ja. Er is een reden voor dat deze kant hoger is dan die kant. Zelf. Verrijden. Dat is mijn maat, daar voor de keuken. Ja, we gaan rest, vervoer eruit, dat is het woongedeelte, hè? En dit is het dierengedeelte. Je zou zeggen andersom, maar de mensen hadden minder plaats. Als... Dus dan had je hier de potstal. Als ze in de herfst hierin kwamen, dan konden ze zo de koeien over de rug aaien. En als ze in de lente eruit moesten, dan was het zo de koeien over de rug aaien. En dat werd dus gebruikt op het land, dus vruchtbaar. Want zonder nest gaat het absoluut niet. Het is dus officieel geen kinderspeelplaats. We hebben dus het niet gestuurd. We hebben de doppen erop laten zitten. Kinderen kunnen zich bezeren. Ik heb gehoord dat er een jongen uitgevallen is. Zoals ze in België zeggen, zonder erg. Die had dus niks. Maar het is helaas geen kinderspeelplaats. Dat is niet te voorkomen. En voor mij mag het niet. Zo is het wel een officieel speelgoed. Ja. Maar wij zien dit gewoon als een informeel speelgebeuren. Eigenlijk een paar ruimtereguleren ook. Dus ja, mensen mogen hier gerust komen kijken, kinderen, verblijven. Maar het is geen officieel speelgoed. Nee. Want dat hebben ze in Os gedaan op de laatste vergadering. Hebben ze, in de gemeenteraad hebben ze besloten om er dan toch een klimtoestel van te maken. En dat is dus 50.000 euro duurder uitgekomen. Omdat alle balken geschuurd moesten worden. De vloer moest veranderd worden. Als het kind viel, dan moest je 3 keer een butsen worden. Dat heeft echt een kapitaal gekocht. En het, dan is het geen ijzertijdhuis meer. Want dan is hij. Dan heb je een kruising gemaakt tussen een ijzertijdhuis en een klimtoestel. Ja. De boom werd even rechtgesproken. De verbindingen die erin zitten. We hebben nogal wat verschillende verbindingen gebruikt. Omdat die allemaal mogelijk zijn en waarschijnlijk allemaal gebruikt werden. Niet tegelijkertijd in één huis. Maar je ziet dus hier, die palen staan er blind in. Terwijl aan die kant steekt die, is hij gelijk gemaakt. En aan die kant steken, daar staan de palen er bovenop. Dat krijg je hetzelfde met die dakconstructies. Dat zijn ook allemaal verschillende mogelijkheden die toen onmogelijk gebruikt zijn. Want ze moesten dus het bouwen van het huis aanpassen aan de bomen die ze uit het bos hadden. Dus de ene keer hebben ze een neus nodig om die dwarsbalk erin vast te maken. En de andere keer is dat niet nodig, dan lukt het op deze manier. De andere heen kunnen geen houten zijn we in de Nee, want dit is dus vrij toegankelijk. En die zeggen dus allemaal, wij willen dat gebouw af hebben, dus er moet een dak op komen. Dus als je een dak op doet, dan moet er bewaker bij zijn. En dit is van en voor. Ja. Nou, het volgende project, dat je krijgt natuurlijk bij Van Noem, ook in de hoek daar zijn oude waterstof. Het is op één punt die dus nagemaakt wordt door de uitvoeringsleider door Kussen. En die komt daar dus te staan. En als ik het goed begrepen heb, wordt dat een ijzeren paal in de grond naar binnen toe. En die punten komt zo ver van de grond af. En dan wordt binnenin wordt dat vastgemaakt, zodat je dus alleen onderkoesten. Die staan dus ontstaan, dus die moet in de grond zitten. En die punt dus eigenlijk zwevend. Ja, dat is een beschrijving bij de ton. Ja. Die water was in uithouden, de woning staan. Ja. En ja.
En die is dus, hij is dus daar gevonden. En dat was dus een heel belangrijk terrein. Ja. Omdat daar dus een, die kanjer van het huis is gevonden. 28 meter lang. Onverstaanbaar. En dit type huis is dus aan deze kant gevonden. En ook op de Witvrouwenberg. Die structuur. Ja. Zien wij dan in de grond. En dan weten we van... Oh. Tot Christus, want toen kwamen de Romeinen. En ik zeg altijd, toen de Romeinen kwamen, toen werd ging het helemaal verkeerd, want er kwamen de sloten op de deur. Glas. Scheermes. Enorm interessant. Ja. Zeg jullie die vleten bouwen? Ja, de ervaring om te doen en te genieten van hun bouwwijze. Hè. Dat balkje dat daar lag, dat had hij gezaagd met de cirkelzaag en met de kettingzaag. Hij had 5 kettingzagen bij. Ik zeg, waarom moet je dat? 5 kettingzagen heb je kunt maar 1 tegelijk gebruiken. Thuis heb je het ook. Ik zeg, dat weet je niet waar ik samen ja. De bijlen die hun dus hebben, onvoorstelbaar hoe scherp dat die zijn. Dat witte touw dat ze gebruiken om pellet vast te binden, die losse draadjes. Met een mes krijgt dat moeilijk door. Hè. Hij pakt dat vast, gaat er weer de bijl overheen en is het door. En ze gebruiken dat als een bijtel, die houden ze dus achter vast en dan kappen ze dat ja, rond. Die paal die hier dus op ligt, ja, die paal die daar dus op ligt, die had hij gezaagd met een cirkelzaak, met een kettingzaak. En ik zei, wow, dat is mooi, dat komt dan zo rond liggen, ik zie dat helemaal voor me. Zegt hij, ja, maar dat kan ik zo niet laten, want we hadden toen nog geen zagen. Dus moest je met de bijl moest je nog even bijkappen, drafkappen. Bedankt voor de... Interesse in de wijkwandeling. We hebben nog wat vrienden over de snaps, ook nog wat gids en wat chips. En ik wil iedereen bedanken voor het deelnemen aan de wijkwandeling. Onze wijkagent die was met actie bezig en is even langs geweest, maar toen werd hij weer weggeroepen. Als jullie zaken hebben voor de wijkagent, dan kunnen jullie dat delen in de wijkraad. Dan zorgen wij dat bij hem terecht komt. Dus hij, ja, of nou doorgeven, dat kan ook. Want hij zou meelopen, maar hij waren wel acties. Gisteren ook wel niet zo gemakkelijk, maar ik weet niet of het eens met maken. Ja, de misdadigers zien natuurlijk niet nou op het moment niet thuis. Dankjewel, ja. Ja, ik zou zeggen, kom een keer kijken donderdagavond. Ja, in het archeologiehuis. Aan de linkerkant van de bibliotheek. Ja. Daar hebben we veel spullen tentoongesteld.